Na de aankondiging van de enorme deal tussen Microsoft en Activision Blizzard vragen veel gamers zich vooral af of Call of Duty nog wel naar PlayStation blijft komen. In deze video kijken we naar wat we hier nu al over weten. Vond je de video tof? Dan zou een like ons enorm helpen. Microsoft kondigde gisteren aan dat het Activision Blizzard wil overnemen in een monsterdeal van $70 miljard. Vorig jaar nam het bedrijf nog Bethesda over in wat toen een groot bedrag leek van $12 miljard. En met deze overname bezit Microsoft de games van Activision, zoals Crash Bandicoot, Spyro, Guitar Hero en dus ook Call of Duty, maar ook de grote franchises van Blizzard, zoals World of Warcraft, Overwatch, Diablo en de andere grote Blizzard-titels. Net als de mobile games van King, waaronder ook Candy Crush valt. De deal schokte de gamesindustrie en riep direct enorm veel vragen op, maar de belangrijkste vragen voor spelers zijn natuurlijk wat voor effect de overname zal hebben voor ons gamers. En dan denk je direct aan de overname tussen Microsoft en Bethesda en hoe het bedrijf toen heeft besloten om grote games als Starfield enkel nog uit te brengen voor Xbox en PC. Het is dus niet ondenkbaar dat de Activision Blizzard games niet meer naar PlayStation komen en de eerste berichten stellen dat het inderdaad zo kan zijn, dat je Call of Duty dus niet meer kan spelen op je PlayStation. Hier zien we bijvoorbeeld een bericht van Bloomberg, een gerespecteerde nieuwswebsite die vaker sterke bronnen heeft in de industrie. Zij stellen dat net als bij de Bethesda-overname een deel van de games mogelijk nog naar PlayStation blijft komen, terwijl een ander deel exclusief voor Xbox blijft. Dit geeft hoop voor PlayStation-spelers die graag Call of Duty willen blijven spelen, maar daarnaast hebben we dit bericht van Jeff Grubb. Grubb denkt dat Warzone als enige multiplatform blijft en dat de main Call of Duty games, dus de single en multiplayers, exclusief zullen worden voor Xbox en PC. Dan zou je denken, net als wij, dat de keuze om Call of Duty niet naar PlayStation te brengen kapitaalvernietiging zou zijn, want de games verkopen ontzettend goed op de console. Vanguard, de nieuwste Call of Duty game, die niet eens erg goed verkocht, was nog steeds een van de best verkochte games vorig jaar op PlayStation. Dus waarom zou Xbox dat geld niet willen pakken? Grubb denkt dat het verlies dat ze maken met die verkopen gezien kan worden als een investering om Game Pass te promoten, want daar draait het Microsoft om. Ze willen zoveel mogelijk Game Pass leden krijgen en Call of Duty exclusief maken en naar Game Pass brengen kan ervoor zorgen dat meer mensen naar de dienst komen. Zoals Grubb al zegt, heeft het bedrijf met de Bethesda-overname al zijn berekeningen gemaakt en al beslissingen genomen omtrent Game Pass en het exclusief maken van games. En blijkbaar zijn die berekeningen niet gunstig voor PlayStation-spelers. Dit gezegd hebbende is nog niet zeker of Call of Duty zal verdwijnen van PlayStation, want naast de enorme aantal kopietjes die de game verkoopt, is Call of Duty natuurlijk ook een live-service game die enorm veel geld verdient met de verkoop van skins en de Battle Pass. Het zou bijna dom zijn voor Microsoft om die omzet mis te lopen, maar gezien de toewijding die Microsoft heeft om Game Pass een succes te maken, zou het zomaar kunnen dat ze besluiten de toekomstige Call of Duty games naar PlayStation te brengen. Maar wat betekent de overname voor games als Diablo 4, Overwatch 2 en andere titels die er nog aan zitten te komen van Activision Blizzard? Je mag ervan uitgaan dat alle grote Blizzard-titels enkel nog naar Xbox en PC komen, net als dat ze hebben besloten met Bethesda. Call of Duty kan gezien zijn statuur en live-service-dienst nog een uitzondering zijn, maar de Blizzard-games zoals Diablo en Overwatch, die ben je waarschijnlijk kwijt op PlayStation. Ironisch trouwens ook dat een befaamd PlayStation-personage, Crash Bandicoot, nu volledig eigendom is van Microsoft en zij nu waarschijnlijk de volgende Crash-game gaan uitbrengen. Dit is overigens goed nieuws voor de werknemers van Toys for Bob die de laatste Crash Bandicoot hebben gemaakt, aangezien zij na Crash 4 moesten gaan werken aan Warzone, terwijl ze eigenlijk verder wilden met Crash. De overname van Microsoft kan betekenen dat ze terug mogen keren naar de beliefde franchise. We weten dus nog niet 100% zeker wat er gaat gebeuren met Call of Duty, maar zodra we dit weten, dan laten wij jullie dit direct horen. Abonneer dus op ons kanaal om up-to-date te blijven met de laatste gaming nieuws en dan zien we je hopelijk weer in de volgende video.